Meteen daarna gaan we door naar het Natuurmonument met echt heel veel ouders, heel veel auto's. Amsterdamse uien, ik dacht ook een lekkere snack. Ik heb ze nu voor het eerst mijn YouTube kanaal laten zien, want er vroegen ze naar, heel veel wisten het al. Sommigen kijken ook wel eens. Dit is boerenkoolpesto. Moet je even horen. Oh, blote benen. Oh, ik ben heel gelukkig. Het is echt lekker. We gaan in de IKEA. Hallo. Kijk dan. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe weekvlog. Ik moet een beetje opschieten. Ik heb deze ketting om, deze Urbelon, deze Blue Shirk panty dinges. Ik ga mijn Primarkras aandoen. En ik zie wel een heel klein zonnetje, maar het wordt 12 graden. Het is maandag, welkom. Ik ga naar werk. Ik had vandaag een kiwi appel met kaneel en een worteltjes mee. En 5 bananen eipannenkoekjes. En nu is dit na schooltijd mijn snack. Hallo. Hey. Ik kom net uit de regen. Ik ben heel vrolijk, want... ik heb leuk met collega's gekletst en gelachen. Dat mis ik soms. Dan gaat het over werk. En zo leer ik iedereen steeds een beetje beter kennen. Want zo goed ken ik iedereen nog helemaal niet. Kijk eens even hier. Wat Ruben, die jongen daar, heeft gehaald. Hoe heb je dat getild? In je 1 keer. Oh, gespierd? Of heb jij het gedaan? Lekkere regen. Lekker regenmassage. Lekker. Bobby? Bobby? Lekker liggen. Lekker liggen. Lekker rollen. Nee. Ik wilde hem eigenlijk in de badkamer leggen, maar... hij was echt in een paar seconden uit de doos weer terug. Dat doet hij nooit. Lekker kleedje. Lekker kleedje. Auto? Ruikt het lekker? Ruikt het naar? Bobby. Oeh. Bon Bibi. Dit is echt mijn favoriet van allemaal. Fave. Hallo, ik ben terug uit mijn werk. Ik voel me niet zo lekker. Vanaf zeg ik dat heel erg vaak. Ik voel me echt niet zo lekker. En ik was mijn camera vergeten en ik wilde juist laten zien wat ik had gegeten. Ik had als ontbijt koffie met sojamelk. En toen, ik heb wel nu ontdekt dat ik echt even iets moet ontbijten thuis qua eten. Omdat ik net niet genoeg anders mee heb. Want ik heb echt voor de kleine pauze al trek. Dus ik had voor de kleine pauze al in dit trommeltje. Zo leuk. En hij is echt, hij sluit zo goed. Ik heb het op Instagram trouwens wel gedeeld met eten. Dus daar heb je het al kunnen zien als je me daar volgt. Had ik inderdaad appeltjes met kaneel. Weer zo'n klein appeltje. Gouden kiwi. En wat worteltjes. Maar die worteltjes zijn nu op. En ik heb echt geen kracht om naar Albert Heijn te gaan. Dat zit hierin en die kaneel ging overal open, dat is niet erg. Maar dat had ik dus al voor de kleine pauze al bijna helemaal op. Dus toen had ik alleen nog een paar worteltjes in de kleine pauze en dat was eigenlijk niet genoeg. Toen heb ik wel gewacht. Oh nee, toen heb ik mijn olijfjes gegeten. Toen had ik geen surimi sticks, maar toen had ik in dat kleine bakje dit keer echt iets van 20 olijven. Maar het zijn hele kleine, ik weet niet of dat slecht is, maar laat maar even weten. Maar het is wel lekker zout, maar die had ik echt graag na mijn werk gewild. Dus dat moet ik dan dus niet meer doen, maar ik had gewoon te veel trek. En als lunch had ik heel lekker 3 van die dikke rijstwafels van Albert Heijn. Die, ik weet niet of die moet zetten, met zout gewoon. Ook in een trommel. Rechts 3 wafels. En dan had ik in dat bakje een klein bakje gezet. En daar had ik 100 gram langgerookte zalm in gedaan die ik laatst had gekocht. Ik had ook het hele pak kunnen meenemen. Maar ik had lekker een trommeltje gedaan in een bakje met die sesamzaadjes erop en peper. En toen heb ik lekker gewoon tijdens de lunch dat gewoon met mijn handen op mijn rijstwafels verdeeld. En het was zo lekker. En volgens mij zijn rijstwafels nog best wel oké. Het is niet echt koolhydraatarm, denk ik. Maar volgens mij kan het nog wel. En daar zit ik echt wel goed vol van. Het is meer dat ik een beetje behoefte heb aan iets zout of zo. Of een beetje een klein hapje, weet je. Of een klein snackje of zo, een tussendoortje. Maar ik zit er eigenlijk nog echt wel goed vol van. Dus, maar ik weet niet, voor morgen kan ik ei maken of bananenpannenkoekjes. Maar ik moet daar de dag erna wel weer naar de supermarkt gaan. Want heel veel is nu wel een beetje op. Maar ik heb nog champignons. Ik ga denk ik een omelet maken. Dus ik heb er wel plezier in op zich. En dit was niet heel veel voorbereidingstijd. Want ik had gisteren heel weinig tijd, dus ja. Goedemorgen allemaal, even snel. Vandaag is een drukke dag. Nu is het voorleesochtend, dus er komen ouders in de klas lezen. Meteen daarna gaan we door naar het Natuurmonument met echt heel veel ouders, heel veel auto's. Dus drukke dag. Hallo jongens, ik ben thuis en het is pas 3:30 of zo, 2:15. Het uitje was dus echt mega leuk. Het ging echt heel goed en 5 minuten later toen ik in de klas was, werd ik ineens echt helemaal ziek. Gewoon echt super erg koorts.
helemaal trillerig. Ik kon gewoon niks meer. Ik zat ook tegen de kinderen. Dus ik heb een film aangezet van een half uur. Wat matchte bij het bosthema. En ik was al een tijdje lang een beetje ziekig aan het worden. Maar het was in het bos zo perfect. Geweldig leuk. Dat ik echt denk, hoe kan je in één keer zo ziek zijn? Dus de kinderen zeiden, ja, misschien was de kastanje toch giftig of zo. Of de beuken ook. Maar dat kan helemaal niet. Maar ik ga dan nu dus huilen, omdat ik er gewoon zo van baal. Het is echt heel rot om tegelijk met de kinderen naar huis te gaan als juf. Terwijl je normaal tot half zes op je school zit. En ik wil altijd pas naar huis gaan of me ziek melden als het echt niet meer gaat. Maar het is nu dus echt het geval. Maar ik ben altijd bang dat mensen dan denken van, oh, je ziet toch gewoon normaal uit, je bent niet ziek of zo. Wie hebben jullie dat ook? Ik vind het echt verschrikkelijk om je te moeten ziek melden. Dit is dus niet door huilen of zo dat rooien. Dit is gewoon omdat ik het dus zo heet heb, maar ik heb het echt heel koud. Nu moet ik in bed liggen en ik vind in bed liggen echt stom. En ik moet ontzettend veel doen voor mijn werk. En morgen moet ik dus ook werken, want morgen val ik dus in. Dus ik moet wel. Dus ik zei al, als het morgen niet gaat, ga ik de hele dag maar zelf laten werken aan dingen. Want ik kon niks. Ik ging nog even proberen voor te lezen, maar het ging gewoon niet. Dan ga ik nu maar bed liggen of zo. Oh ja, ik wou dus nog dit laten zien dat ik deze vandaag voor het eerst zelf aan had. Dat ik hem echt ontzettend leuk vind. Dat hij heel erg leuk matchen met dit. En het uitje was echt super. Het was echt zo leuk. Maar goed. Hey jongens, ik voel me nog steeds ziek. Ik heb make-up afgehaald en even in het zonnetje gezeten op het balkon. Maar sorry dat ik me zo aanstel hoor. Maar het is zo'n naar gevoel als je voor de klas staat. En je kan het gewoon niet. Omdat je lichaam je gewoon in de steek laat, zeg maar. En dan voelt het zo rot. Dat je het niet... Je kan het echt niet. Het is niet van... Ik heb buikpijn, ik voel me niet lekker, weet je. Sorry wat ook balen is, maar het is gewoon echt ineens helemaal ziek. Je kan het gewoon niet meer. En toen ik thuis kwam, moest ik gewoon huilen, want het was gewoon een ontlading van... Ah, ik ben thuis, ik hoef niet... Want je moet toch presteren. En normaal gaat dat natuurlijk. En als je ziek bent, gaat dat even niet. Dus, ja, verder oké hoor. Maar het was... Ik schrok er bijna van. Ik zat gewoon helemaal... Hele ontlading van oké, ik ben thuis, weet je wel. Het was heel naar dat laatste uurtje. Het is zo rot als je niet gewoon lekker je ding kan doen omdat je lichaam je in de steek laat. Maar ja, ik heb nu appeltaartthee. Die is volgens mij niet meer te krijgen van Pickwick. Volgens mij is al overdatum, maar maakt niet uit. Want ik dacht ineens, oh ja, dat nam ik altijd. Appeltaartthee met sojamelk. Maar dat ik nu alweer veel meer lekker gewoon praat en zo. Ik voel me nog steeds heet en alles, maar het is heel goed dat ik naar huis ben gegaan. Want ik kon echt niks. En ik ga eventjes nieuwe sieraadjes uitpakken. Die binnengekomen zijn ondertussen gewoon even rustig tv kijken. En even niet werken over moet ik wel dingen doen. Maar ik merk dat ik echt even moet rusten. Want ik merk nu dat ik ga vloggen dat ik het wel weer heter krijg. Dus ik ga even stoppen. De Stay Wild zijn eindelijk weer aangevuld. Die waren heel lang uitverkocht. Deze wilden we ook heel graag in de shop. Die hebben we nu ook. Superleuk. Ik vind de stainless steel echt top. Dus we proberen daar zoveel mogelijk van. Deze. En deze vind ik dus echt amazing. Deze weer aangevuld. Die zijn nog heel leuk. Ook veetjes in het goud. Heel tof. We hebben ook van onze bestseller, The Beautiful Bee. Oorbellen hebben we nu ook de ketting. Kijk hoe mooi. Deze hebben we nu ook in het zilver. Deze is weer aangevuld. Ook in het zilver. Een hele leuke nieuwe van Stainless Steel. Dat is echt top. Ook in het goud. En ook deze waar ik heel benieuwd naar ben. Die is wat langer. En ook in een wat korter model. Mega leuk. Best wel veel dingetjes met coins. Ik heb deze er nog niet op gezet, want ik wil niet alles tegelijk. Deze nog aangevuld. Heel leuk voor beide oorbellen, deze matching ketting. Wat ik heel erg tof vind. Die wil ik zelf heel erg graag wel hebben. Ik weet niet of dat V nog helemaal hip is, maar ik vind het echt heel mooi. En eindelijk, net als de Stay Wild, hebben we ook eindelijk deze weer kunnen aanvullen. Want die waren ook zo lang uitverkocht. En dit was een van onze allereerste kettingen in de webshop. En, oh, hij is nog leuker dan verwacht. Yes! Ik heb er maar één per stuk besteld, want ik wist niet hoe die zou zijn. Maar is echt prachtig. Nou, ik ga nu geen foto's maken, want ik ben er echt te ziek voor. Maar ik word wel heel blij als ik dit allemaal zie. Nou jongens, ik ga slapen. Oh, ik voel me wel ietsjes beter. Ik ben echt bang dat het bijna dat het iets door het bos is gekomen of zo. Ruben zegt wel rotte beuken uit. Het was namelijk echt een aanval. Ik merk dus dat ik steeds dit bakje ga afwassen. Terwijl ik ook andere bakjes heb, omdat ik deze zo graag mee wil. Het kost wel heel veel tijd hoor, dat eten steeds voorbereiden. Maar ik moest vandaag naar de appie en ik was te ziek. Dus ik moest het doen met wat ik had. En het waren echt nog twee een beetje hele vieze bruine bananen met stukjes, zwarte stukjes erin. Maar ik dacht, nou ja, niet aanstellen. Dus ik heb nu met een soort van twee rotte halve bananen en twee eieren weer een paar pannenkoekjes gemaakt.
en appeltjes. En ik heb dan nog in een los bakje weer een golden kiwi. En weer olijven in een bakje. En geen wortels. En ik ga dan thuis iets als ontbijt eten, maar ik weet niet wat. Dus heb je daar tips voor? Koolhydraatarm, laat het me weten. Mijn rijstwafels zijn ook op. Ik wil morgen echt naar Appie, dus ik hoop dat ik me morgen niet zo slecht voel. Doei! Ik eet 3 droge maïswafels. Ik weet dat het niet koolhydraatarm is, maar wel weinig calorieën. Ik dacht dat het wel weer goed ging, maar nu heb ik gefietst. En in deze trui. Nat. En ik krijg weer helemaal heet, dus ik weet niet. Ik had lastig om te vragen mensen hoe gaat het, maar ik weet het oprecht niet. We zien het wel. Hi jongens, het is nu donderdag. Ik heb hetzelfde aan als gisteren een beetje. Ik kom net aan mijn werk. Ik moest heel veel showen. Zoals schattig zeggen de kinderen. Je oorbellen zijn van stofje. Toen dacht ik, hè? Oh ja, dat is echt een stofje. Leuk. Ik dacht, ik laat wel even zien wat voor boodschap ik heb. Volgens mij heb ik hele goede dingen gehaald. Ik weet dat er één ding bij zit wat niet goed is, maar dat mag. Best wel goed koolhydraatarm en zo. En ik ben best wel gemotiveerd. En ik had in de supermarkt ook niet de behoefte om alles te pakken. En te zeggen dat met koolhydraatarm dat je niet zoveel snackbehoefte hebt. Dus misschien is het wel zo, of het is psychisch, ik weet niet. Kijk, dit soort dingen mag ik volgens mij gewoon kopen. Als ik dit in plaats van iets anders eet. En ik heb nu dus bij de Turk groen olijf met pepers. En hij heeft het zelf gemaakt met knoflook en zo. Heel lekker. Dat is nu mijn snack. Ik heb dus wel weer rijstwafels gekocht. Want het is zo licht dat ik denk dat het niet slecht is. En 3 grote dadels bij de Turk. Weet je, ik laat wel straks even een overview zien. Anders is het een beetje langdradig. Die lange grootte vond ik te duur, maar ik heb weer zalm. Het visje is voor de katten. 2 keer surimi sticks. 2 keer sweet potato, dus paprikaatje als groente. Bananen voor bananenpannenkoekjes met ei. Wortels, 2 keer Amsterdamse uien. Ik dacht ook een lekkere snack. Jeetje Ruben, dat gaat niet zo hard. Koffie, een halfje zuur in plaats van een hele. Dit is misschien slecht, maar ik ben niet zo'n dropliefhebber. Dus dit neem ik alleen als ik echt zin heb in iets zoets. Dan ben ik meestal na 1 al wel weer klaar. Dit dacht ik koop het een keer, want dit kost echt 2 nog iets. En volgens mij is dit gewoon letterlijk wat je in restaurants krijgt van die aubergine puree. Dus dat lijkt me ook wel lekker. Dit heb ik al eeuwen niet gedronken, maar ik dacht misschien is dit wel prima als ontbijt. Nu ik dan een soort, vroeger zou ik dit niet doen, maar omdat ik nu koolhydraatarm heb, is dit wel prima. Want dit is niet echt koolhydraten. En dat was het. Ah, dit is wel nog een beetje slecht, maar als ik dan een keer rijstwafel eet en je eet niet veel, dan zalm of hummus. Mag wel, toch? Niet heel koolhydraatarm trouwens, ik weet niet. Ik dacht dat mag wel. Laat het me vooral weten. Een paar aardappeltjes. Ja, dat is morgen. Zalm en broccoli. Oké, jongens, ik vlog echt bizar weinig, sorry. Ik heb net mijn weekvlog vast geëdit, dat pas donderdag is. Sorry, ik heb pijn. Maar zodat ik hem, de laatste tijd edit ik hem maar heel vaak pas op dinsdagavond en dan edit ik hem maar 1 keer. En daardoor zitten toch vaak te veel lange stukken in. Dus ik wil iets selectiever gaan editen, iets, in ieder geval 2 keer eroverheen zeg maar, dat ik dan denk van, oh, dat kan er wel uit. Dus daarom heb ik hem nu vast geëdit. Dus ik ga nu slapen. Doei! Goedemorgen allemaal. Ik voel het wel hoor, dat ik gisteren niet vrij ben geweest, maar dus ik ben moe, maar ik heb wel, ben wel gewoon vrolijk en positief. En ik heb heel erg zin in het weekend. Leuk aan deze leopard shell is dat je hem kunt combineren met andere leopard printjes. Want meestal vloekt het, maar deze is zo anders dat het gewoon kan. Deze weekvlog is echt immens saai, maar ik doe gewoon niks. Dus ik hoop dat het weekend een beetje leuk wordt. Ik ben een beetje dom, want ik zie nu net dat ik helemaal niks gefilmd heb. Dus ik moet alles nu opnieuw zeggen. Dat kan dus ook gebeuren. Nou jongens, ik heb dus net van alles lopen zeggen tegen de camera. Mijn kinderen zitten hier allemaal naar mij te kijken. Maar ik was dus vergeten om op record te klikken. Dus ik doe het nu nog een keer. Even in het kort. Ik heb ze nu voor het eerst mijn YouTube kanaal laten zien. Want er vroegen ze naar. Heel veel wisten het al. Sommigen kijken ook wel eens. En ik heb ze nu voor het eerst mijn camera laten zien. Nou, heb ik laten zien dat ik zo mijn schermpje draai. En dat ik mezelf zie. Ik heb laten zien dat ik een winkel heb waarin ik ook dit blouseje verkoop. En ze zitten allemaal heel lief en netjes stil. Dus misschien kan ik nu wel vaker iets filmen. Iets vertellen wat we hebben gedaan. Bijvoorbeeld gisteren hebben we niks zeggen. Deze is van een meisje uit de klas. Hebben we hele leuke voor dierendag diertjes gemaakt. En ik mag ze natuurlijk niet filmen, maar jullie doen het super goed. Nou, dit is mijn camera. Ik vroeg of ik wilde weten wat de planning is. Goedemorgen allemaal. We gaan eindelijk weer wat leuks doen. Vertel maar, Ruben. We gaan naar Haarlem. Dan gaan we daar een salade eten. Waar? Ja, bij even TripAdvisor kijken naar beste salade, maar. Oké. En daarna gaan we door naar het strand.
Dat is niet in de buurt van Haarlem. Kunnen we niet daar beter wat eten? Nee, want ik denk dat je daar en geen lekkere salades kan krijgen. Meer gewoon vis. Ja. Oh, hij ligt gevaarlijk. Oh, je hebt een... Kijk, dat ken je auto. Ja, kleine Fiat. Wow, die wil ik. Wow. Wat een vet ding. Die wil ik. Ziet u er? Oldtimer. Ja, ja. Jongens, ik wilde heel graag mijn trui aan. Ik heb maar met blote benen. Ik moet me nog opmaken. Ik ga niet uit. Dat ga ik nu even doen. Oké, we lopen nu even rond, want we moeten nog ontbijten. Dus we zijn op zoek naar iets. Maar echt, we vinden Haarlem dus zo leuk. Kijk hoe cool dit is. Je zit gewoon hoog te eten. We zitten hier in de volle zon. Super lekker bij sla. Daar zijn we allebei nog nooit geweest. En ik heb het net besteld. Ik heb de Green Veggie Burgers. Ik kon echt niet kiezen. En Ruben heeft de kip cado cado. Ik ben echt heel benieuwd. Oh, ik heb mezelf nog niet eens gefilmd. Een beetje Frans. Jeetje, wat lekker. Jongens, we zitten hier zo goed. Kijk nou. Ik ga nu proeven. Oh, kijk. Zie je dit? Dit is boerenkoolpesto, veggie burgers, aubergine, wortel. Wow, ik heb heel veel gegrilde dingen. Dat vind ik echt zoveel lekker dan rauw. Lekker! Kijk jongens, het staat goed zeepraat. We hebben even een foto gemaakt tegen de muur van deze trui. Dus ik ben blij. Want als hij leuk genoeg is, kan hij ook op mijn eigen Insta gewoon. En ik heb een foto van Ruben gemaakt en dat vind ik wel helemaal leuk, want hij wil nooit. Want toen ging ik hem vertellen hoe hij moest kijken, maar het lukt echt niet. Dat was wel grappig. Dus we hebben lekker kaas gekocht bij Kaasboer. Echt gewoon voor 20 euro twee blokjes kaas, maar echt genieten. We gingen alles proeven en zo. Als je dus koolhydraatarm hebt, mag je dus wel bijvoorbeeld een stuk kaas en zo. Dus dat is echt top. En we zijn nu echt een paar seconden geleden waren we nog in alle herrie. En we lopen hier bij het stadhuis naar binnen. En zo stil. En we hebben dus eigenlijk geen stilte in ons huis. Dus voor ons is het echt heel fijn. We stappen naar binnen en het is gewoon rust. Kijk, zo heb je behoefte aan rust. We hebben echt behoefte. Nee, nooit. Ik zeg meteen tegen Rup, op dit soort momenten denk ik echt, ik wil echt gewoon goed genoeg geld verdienen om gewoon een lekker huis te kunnen kopen later. Moet je even horen. Ik hoor alleen een soort van apparaat dat aanstaat, verder niks. Terwijl als je hier naar buiten loopt. En? Hierboven gewoon, dus dit is echt een soort van... Ik weet nooit zo. Nee, maar dit is een soort van, je zou je gewoon een film kunnen opnemen of zo. Of bijna een soort van de plaats, zo'n speelplaats bij Harry Potter, of noem je dat? Weet je wel, het plein. Moet je maar even het verschil horen. Ik zal het je laten horen. Begint dat te komen. Bizar, hè? Het verschil. Het geluidsverschil. We zijn op het strand. Ik vind altijd zo stom dat je al zand in je schoenen krijgt. Nu zegt iedereen dat gewoon zijn schoenen uit. Weet je hoe lekker dit wordt? Echt, als je dus een beetje zo high sensitive bent, dan word je dus helemaal gek als je de zand in je schoenen krijgt. Maar dit voelt zo lekker. Oh, blote benen. Echt, nu ben ik zo blij dat ik geen broeken heb. Dit is echt genieten. Wow, dit is goed voor je. Als je hier zeg maar echt allemaal over gaat lopen. Echt goede benenoefening gedaan. Eindelijk weer gewoon even relaxen en niks doen. Dat vind ik wel heel fijn. Mensen denken dus dat ik, als ik eens aan het werk ben en als ik bijvoorbeeld klaag of zo, dat ik dan niet blij ben omdat ik niks leuks doe. Maar dat vind ik ook heel leuk werken, ook met tegenslagen. Dan krijg ik juist een kick van. Ik zou echt gek worden als ik elke dag leuke dingen ging doen. Maar dan geniet je juist van dit soort dagen. Ik zou echt, de combi is heerlijk van werken en dit soort dingen. Dus ik snap het zo niet als mensen zeggen van... Stop dan met je webshop als je er zo gereden wordt. Dan denk ik, niet alles kan altijd maar leuk zijn. Het is heel normaal dat een webshop soms even niet leuk is. Echt, ik kan me nu al verheugen om morgen weer aan de webshop te werken. En des te meer geniet ik dan van deze dag. Jeetje, dit voelt lekker, hè? Je traint echt je benen. Wow, maar ik moet wel zeggen, ik voel me wel echt gelukkig. Als ik dan ook even dit soort leuke dingetjes doe. Dus ik ben heel blij dat we dat nu doen. Kijk. En genieten. Gaan jullie wel eens naar het strand? Zeg maar niet om te zonnen, maar om gewoon wat wij nu doen. Lekker uitwaaien. Kijk. Ah, die hond is zo intens gelukkig. Kijk, de auto. Dit is echt gewoon geluk. Nee. Oh.
ik ben heel gelukkig. Het vindt echt lekker. Kom. Nee. Draaien is echt heel lekker. Nu ben ik dat ik het zo aangetrekken. Ja, doe je ook. Lekker. Hou op, hè. Doei. Even normaal. Lekker. Weer die musical school, Charlotte. Als Let It Go, als die prinses hier een beetje ronddraaien. Nou, doei Charlotte. Dat is denk ik wel weer genoeg. Ruben is een aansteller. Het is te koud voor meneer. Meneertje vindt het te koud. Jongens, ik ben heel erg gelukkig. Nu zullen mijn vlogmensen wel weer blij zijn. Want heel veel mensen zijn alleen maar blij als ik heel erg vrolijk ben. Maar ik ben... Ik laat alleen maar zien dat ik heel vrolijk ben als ik ook echt heel vrolijk ben. Ik ga niet nep doen. Dus als ik nu heel vrolijk ben, ben ik dus ook echt heel vrolijk. Hé, hey, dit zijn Valies. Hoe noem je deze ook weer? Ruud. Scheermessen. Oh ja, scheermessen. Kijk, ik zie nu mijn tattoo. Ruud heeft een hele mooie tattoo, ja. En deze. Kom eens. Kom, kus. Ik wil heel veel filmen, maar er valt verder niet echt veel te filmen. In ieder geval, doe je dit nooit, zoals ik, ga het vaker doen, want je wordt er echt gelukkig van. Het is letterlijk uitwaaien. En als je ook niet van wandelen houdt, zoals ik, dan... Dit voelt niet als wandelen, dit is gewoon heerlijk op je blote voeten. Maar ja, het wordt natuurlijk straks wel heel koud. Scheet laatst, dat je dit ook helemaal die mensen achter mij bereiken. Omdat zo niks in de weg staat hier. Ik heb misschien, doe maar even. Dat heb ik al gedaan. Oh. Ze kijken erg verdrietig. En wat ook heel lekker lijkt, ja wel koud, lekker. Wat me heel leuk lijkt is om gewoon op een kleedje te gaan zitten, gewoon een uur lang te kijken naar die honden. Want die zijn me toch een partijtje gelukkig. Kijk deze hond. Jeetje. Hij is zo gelukkig. Als ik dit zie wil ik echt heel graag Bobby meenemen. Die zou helemaal gaan rollen. Die zou gewoon helemaal dol worden. Kijk nou. Jeetje, wat leuk. Oh, zo schattig. Kijk. Echt een lieve, lieve hond. De zon gaat al een beetje onder trouwens. We moeten 20 minuten wachten tot we onze dingen krijgen. Het ging heel wat kouder worden, maar kijk. Ze hebben hier dus hondenbier. Heb je dit? Ik vind het echt fantastisch. 0% alcohol. Met rund, gerstextract en moutolie en vitamine B. En ook hondenfriet. Maar ik hoop dat ze dat niet frituren, want dat is heel slecht. Aardappelmeel en maïsmeel. Kijk. Oh, hij gaat nog helemaal niet onder. En zitten wolkjes. Ik heb even een video van Ruben geplaatst voor zijn Insta. Ik ben dus mijn mobiel vergeten, dus ik heb niks op story kunnen zetten. Ik heb dit. Pinky Rose Spice Lemon and Rose. Kijk, dit is mijn drankje. Vetgeen. Ja, weet ik niet. 20 minuten op gewacht, maar dan heb je wel iets. Even proeven. Geen iets. Niet lekker? Ja. Proef eens. Ik weet het niet. Het smaakt inderdaad echt naar roossiroop, maar het is niet zoet. Eeuw, jouw hoofd. Je kijkt echt alsof je aan het poepen bent. Niet prikken. Wel, je ziet er mee. Limoen heet dat. Oh nee, citroen. Sorry. Ja, het maakt niet chemisch. Zeker niet. Ja, het zou lekker zijn met een beetje alcohol erin. Kijk hoe cool, Ruud, met die achtergrond. Ja, lang was gedaan. Wow, het is voor het eerst ook in mijn leven dat ik uit de wc kom om mijn handen te wassen en dat Ruben er ook is. Het is voor mannen en vrouwen. Dat is schilderij. Ja, moet je kijken als je in het... Kijk nu. Cool. Kijk jongens. Nice. We gaan weer. Ik zou je nu precies kunnen vertellen hoe al deze gradiënten even die doen. Doe eens. Tss, je weet dat toch net. Ga maar daarop liggen. We zijn in de IKEA. Ik heb het vet koud. Ruben is aan het nadenken. Ik wil weten wat hij denkt. We gaan nooit een bad in ons huis kunnen. Wat denk je dan nu? Ik denk als we de grootste in weghalen en een kastje eronder. En de wasmachine weghalen? Nee joh. Echt, waar doe je de wastafel dan? Bij je handen was in het bad. Ik dacht, zou ik gewoon ophogen tot het letten van de douche. Doe je dat door. Oh, doe je de douche weg. Oh, voel je het water daarmee. Ja, weet je hoe duur dat is? Wij willen zo graag een bad, jongens. Dat is niet normaal. Maar ga er eens in liggen. Maar ik kan niet eens de deur in door. Nee? Dus het gaat, kunnen we niet eens binnen de nieuwe. Ga eens liggen erin? Nee. Zat niet. Oké. Mag dat? Hé, het is gewoon groot hoor. Het is groot zo. Ligt zelfs heel lekker.
Ja, dit is een heel lekker bad. Ik zit in het bad, jongens. Ik ben ook toe aan een nieuw huis. Zie je er verrassend knap uit vandaag. Wow, dit is echt een heel lekker bad. Had ik niet verwacht. Ik kan helemaal mijn benen strekken. Doei. Doe eens. Oké, het is best wel duur. Maar ik denk dus dat dit echt geweldig in ons huis gaat staan. Bij onze beige bank en onze blauwachtige muur. Ruben zegt dat we zoiets moeten hebben. Nou, ik vind dit echt het lelijkste op de aardbodem. Ook zo'n warme kleur. Ja, dan dit of zo, Ruben. Ja. Ja. Niet helemaal beige. Maar is het mooi? En Ruben begon zelfs over zoiets. Maar dit is echt... Ik dacht eigenlijk dat dit was. Maar dan in het licht. Nee. Dit is helemaal niet lekker, joh. Je gaat de kat alleen maar zo tjak tjak aan doen. Het is gewoon een krabpaal dit. Vinden ze heerlijk? Nee. Ja, dat vinden zij heerlijk, ja. Ik denk echt dat dit het is. Ik denk dat wij lekker maar vast niet gaan. Nee, dit is echt top. Ons huis heeft gewoon kleur nodig. Het is echt top. Het is helemaal hip ook. Helemaal herfst. Oké, we zitten nu te denken dat je dus iets moet nemen wat je niet per se mooi vindt. Kijk, alles wat we mooi vinden matcht niet echt bij onze bank en muur. En toen dachten we, nou, dan kom je maar op dit uit. En we zitten, Ruben kijkt al de hele tijd naar deze. En dat ik echt denk van ja, dit is echt, ja, daar krijg ik hele rare beelden bij dit soort kleden, zeg maar. Maar, ja, dat kan ik weer niet zeggen. Maar het kan dus wel mooi zijn. Wat vinden jullie? Zeg het nu even, want nog niet als je weet wat we hebben besloten. Bij een beetje een grijsgroene muur en een beige bank. Ja, het kan heel veel sfeer geven. En ons huis is heel rustig verder. Ik denk, serieus, dat we misschien wel moeten doen. Ja, Ruben heeft wel gelijk dat hij van de achterkant vindt hem zeg maar mooier. Ja. Is hij wat lichter. En ik vind dat toch wel lekker dat hij wat kortpoliger is, jij? Ja, mijn schoonmaak. Ja, ik vind eigenlijk dit eigenlijk net niet lekker. Er zit allemaal vieze kruimels gaan. Ik denk dat we voor deze moeten gaan, schat. Ik durf het wel de gok te wagen. Kijk, we kunnen hem al terugbrengen, maar terugbrengen is echt een ramp bij de IKEA. Ja, hij is ook best wel goedkoop. Dan moest je dit hebben, 140 bij 200. Oh, 80 is echt heel kort. Ja. Kan niet? Heb je niet? Nee, is 80 denk ik. Oh, is dat dezelfde? Waar is het? Is het donkerder? Je hebt verschillende maten. Hallubi. Nu is het moment van, is het het lot of niet? Is er echt, maar, 40 euro. 40 euro maar? Maar als hij er zoveel maat is, betekent dat niet dat het een populair kleed is? Ja, ik denk dat we het moeten doen. Ik wil wel een keer de gokwagen en gewoon gek doen. Ja, ik vind het wel grappig. Bij je oma vond ik dat Engelse steltje ook wel weer grappig. Misschien moeten we het gewoon doen. We gaan het gewoon doen, jongens. Spannend. Kijk, als eerste keek Ruben naar deze en die was iets van 1200 euro. Ja, 1999. Nou, het heeft er wel echt veel van weg hoor. Toch? Nou, sorry, maar dit lijkt er heel erg op. Nou, ik ga dat doen. Straks gaan jullie het zien. Ik vind het wel spannend. Ik vind die kussens ook wel heel leuk. Nou, net niet. Nee. Oké, ik ben benieuwd. Jongens, ik wil dit. Kijk even hoeveel lekkere chocolaatjes erin zitten. Dat is... 10,95. Maar je krijgt er actiepassen bij. Maar ja. Dat krijg je toch niet. Ik wil gewoon een chocoladje, maar ik vind het te duur. Dat is slim vast, want dan geef je het geld sowieso als ze uit. Nou, ik weet niet waar Ruben is. Ik ging er even havermelk halen en toen was ik hem ineens kwijt. Dit is dus niet goed. Het is weekend, dus ik doe even niet mijn koolhydraatarmen. We hebben even als avondeten een veggie doek gehaald. Dit is dus 70 cent en ik ga hem nu testen. Waar is Ruben? Waar was je? Ruben, waar was je? Hé? Hey? Waar was je? Ja, ik dacht dat ik net wel weggelopen. Ik ben even nu maar de veggie doek aan het testen. Wat vond je ervan? Ja. Echt heel goedkoop. Ik heb alleen door die saus kan ik niet zo goed proeven of die zout en zo lekker is of de veggie doek. Door de toppings en de saus en het broodje heb je echt niet door dat je een ander iets eet dan een normale hotdog. Want de hotdog zelf is gewoon heel erg groenteachtig. Echt heel groenteachtig. Maar zoals ik al zei, door alle toppings heb je dat niet echt door. Maar ik moet nu even helpen. Dus doei. Ik zou hem niet halen van, oh ik heb er zin in, ik ga hem nog een keer halen. Lekker. Maar als ik, ja? Ja, ik vind hem ook wel lekker, maar ik vind dat broodje, ik hou niet zo van dat hotdogbrood. Dat is zo droog. Maar dat heeft niks met die hotdog. Nee, weet ik. Maar wat wel goed is aan die veggie dog, is dat hij niet gefrituurd is. Het is echt samengeperste groenten. Het is wel heel zoetig. Dus dat vind ik dan weer bij een veggie dog weer gek, dat het best wel zoet is ofzo.
Maar hij is zeker lekker en hij is echt mega betaalbaar. Dus als ik trek heb, zou ik hem wel halen. Echt betaalbaar, is bijna gratis. Ja, bedankt voor je toevoeging, Ruben Stewart. Wow, het is donker. Maar ik zou niet dat ik wat ik heb bij die andere hamburgers of zo, dat ik denk, oh, dit moet ik hebben. Maar door die saus en alles is hij wel echt gewoon top. Ik ben benieuwd. He, zo. Ja, dat is de lengte. Oh ja. Spannend hè, Bobby? Nou, de lengte is top. Hij is wel heel lekker zacht. Ja, hij gaat heel lang, hij is natuurlijk buiten rond, dus je moet er zware dingen op gaan zetten. Ik weet het niet hoor. Past er wel bij, maar het is wel groot. Maar eigenlijk is het wel de perfecte maat. Je kunt hem ook nog een beetje onder de bank moffelen natuurlijk. Dan moeten we de bank optillen. Ja, hij vindt het natuurlijk meteen geweldig. Hallo. Gaat dit nu op? Misschien nog terug. Even nog terug. Hij wil er ook straks onder. Dat mag niet, want als hij terug moet, dan mag hij geen haar doen. Oh, gaat hij zich meteen verstoppen. Zie je wel hoor. Nou hoor. Komt hij nu alweer terug, want hij is te benieuwd. Niet doen, niet doen. Moet hij eens kijken. Hij moest eigenlijk ook met daglicht nog zien. Bobby, hou hem even draag. Oh, nee, schattig. We houden het toch wel. Niet doen. Wat moet ik doen? Ja. Bobby? Charlotte, kom. Wat wil je dan opstellen? De bank? Dit natuurlijk. Nee, maar je wilt toch dit onder de bank krijgen eerst nog? Nee, we gaan eerst kijken of dit wel staat. Wow, snapten jullie dat? Ik ook niet. Start een donker bedrijf. Het is een beetje, het lijkt niet echt of wij weten wat we aan het doen zijn. Nee, het is een beetje raar. En de sfeer die ik erbij dacht in mijn hoofd, is het ook niet. Bobby. Ik denk dat een hoogpolige minder snel kapot gaat dan deze. Bobby? Meteen kijken. Ze zijn allebei helemaal gek. Bij de bank past het heel mooi. Bij de verf ook prima. Het donkerblauw bij dat bruine. Zie je hoe bruin de bank in de vis trouwens. Ja. Ik wil ook er mee doen. Ik was... Jeetje, mina. Ze gaan hier altijd liggen voortaan. Ze vinden het heerlijk. Ja, we gaan hem houden. Ik vind het mooi. Mag ik ook meedoen? Oh. Maar straks gaan ze elkaar echt vermoorden, omdat het zo... Ze zijn helemaal agressief geworden. Noah gaat altijd vol naar zijn kruis. Dat is zo zielig voor Bobby. Nee, het is een onwijkend zwollen. En jullie doet je alsof je daar doet, dan gaat hij eens daar en dan ga je snel aan het. Nou, dan pakt hij zijn kop. Hallo. Hallo. Nu laat je ze af, ja. Nou, wij gaan even verder met het kleed. Hallo allemaal, het is vandaag zondag en we zitten in de auto naar Schapenland. Waar ik dus ook met mijn klas was om te wandelen. Het is wow, er is een hele dikke wolk aan het komen. We zijn net een beetje te laat, het is bijna 1 uur. Vanochtend was het echt heel mooi weer, dus we waren eigenlijk een beetje te laat helaas. Maar ja, we gaan niet zo lang, want Ruben moet op zondag werken. En sinds hij op zondag werkt doen we eigenlijk nooit meer echt iets. Maar hij zei, waarom ga je naar WFC? Want we hebben dat we vorige week nog helemaal niet verkocht. Dus toen dacht ik, ja, ik ga niet naar WFC. Ik heb een paar sjaals, baretje, mutsjes mee om even hopelijk een mooie foto te kunnen maken in het bos voor de homepage. Want nu heb ik alleen een sjaal en jas en handschoenen op de foto en een stukje van mijn lip. Het is even een mooie herfstfoto. Ik zit er wel een beetje heel erg bloot bij. Ik vond dit een leuke outfit en ik vind blote benen zo lekker, maar het komt heel erg af nu. Dus ik ben benieuwd. Maar ik heb ook mijn statief mee. Misschien kan Ruben dan even beukennootjes zoeken of zo. Iets. Dan kan ik ondertussen van mezelf een foto maken. En even een beetje wandelen. Ja, je moet niet hier op weg zijn. Dit is Ankeveen. Ze zijn lekker. Kijk, we zitten zo. Ik heb een hele lange jas en daardoor is het gelukkig. Anders was ik echt veel te bloot. Zo. Het is heel druk. Het is veel drukker dan toen ik er met kinderen was. Ik heb lekker salade. Moet je heel even luisteren. Lekker klinkt dat? Dat is een kastanje. Oh, ik ben weer helemaal gelukkig. Doe dit alsjeblieft. Ga lekker naar het bos. Kijk, een mooi vijvertje. En ik zie weer hele andere dingen dan toen ik hier met kinderen was. Blote benen is echt mijn leven. Dat hoef je dus niet je broek op te hijsen. Ruben moet hijsen zijn broek. Hè? Huh? Ja, je wordt helemaal droog. Nog 10 keer erger dan een wangmoos. Ja, echt keurig. Ja, vorige keer was ik dus heel ziek, dus ik durf het niet nog een keer. Kijk, hier is een watertje. We zochten een heel mooi bruggetje. Oh, hij is hier. Dat is echt een mooi bruggetje.
Hij is in de zon, dus daar kan je geen mooie foto's maken. Niet helemaal. Elke brug die we zien is in de zon. De brug is toch aan twee kanten open omdat er water is. Kijk. Heerlijk. Hé, hey, hier schaduw. Hey, waarom zeg je dat het niet leuk staat? Het is echt heel leuk. Ik ben er niet van. Oké, okay, maar draag ik hem alleen niet goed. Ik heb best wel groot voorhoofd. Wacht even het licht erin stellen. Dit is leuk, deze baret. Beetje een bol toetje, maar... Oh. Mega leuk. Weert hij niet op deze shelter? Ja, wel. Wow, je lijkt je echt Frans door. Kijk dan. Dat is een eekhoorn, ja. Eekhoorn? Ja. Lijkt op een eekhoorn. Nee, stel je een eekhoorn bent. En? Wat is een eekhoorn? Oh, hij zit er op het bos. Ik ben een beetje witjes. Ik vind het heel leuk staan. Oké, okay, we gaan hier. Dit matcht wel leuk met de kleurtjes. Ik film nu. Hè? Midden in een bos dan, want iedereen kan in zijn tuin komen. Ja, maar vroeger legden ze dat juist aan. Oh. Daarom heb je ook zoveel van die arboretums bij landhuizen. Dat is niet in mijn koop of zo. Nou, dat is wel groot dit, hè? Ja, je hebt zoveel groter natuurlijk. Ja. Wow. Hey. Speciale bomen ook komen. Vroeger was zeg maar een boom, een grote boom, dus dat gewoon een soort status. Weet je? Nee. Als jullie Ruben willen inhuren voor een tocht, dan kan dat. Het bier. Ik ben de bosgids met bier. De bierbosman. Te bezichtigen. Hoe kunnen ze je boeken? Via onmoi.nl/bosboekingen. Bosbier. Bosbier. BB. Bosbierboy. BBB. De bosbierboy. Kijk jongens, dit had ik aan. Echt een heerlijk outfitje. Kijk. Kunnen mijn benen er nog best wel goed uitzien voor je? Vind ik niet zwart eigenlijk. Hey jongens, het was echt een heel leuk weekend. Ik ben nu heel erg moe. Ruben is naar zijn werk, dus dan ga ik altijd lekker tv kijken en mijn weekvlog editen. Mijn weekvlog is bijna klaar, al de eerste edit. Maar ik ben dus net ongesteld geworden. Normaal voel ik dat ik het ga worden. En Ruben ook aan mij, dat hij het merkt. Maar nu niet. En de pijn is niets te doen. Gelukkig hebben we morgen studiedag. Want meestal duurt het ongeveer 2 dagen. En het is zo vervelend om voor de klas te staan met deze pijn. En ik hoop maar dat ik een beetje slaap. We hebben nauwelijks paracetamol in huis. Ruben is nog werken. Ik ben nu weer een beetje aan meal preppen. Ik lees net reacties op de vlog. Mensen noemen het echt meal preppen. Het is niet echt meal preppen. Voor 2 dagen volgens mij. Maar ik ben nu banaan, eipannenkoekjes, mengsel aan het maken voor 3 dagen. Want volgens mij kan je best wel een tijdje bewaren. Ik heb zoveel pijn dat ik echt voel dat ik helemaal leeg moet lopen. Dat ik zoveel buikpijn heb, maar dat is helemaal niet zo. En ik moet spugen. Echt, ik weet niet. Ik vraag me altijd af hoe anderen het hebben als ze ongesteld zijn, maar... Soms heb ik echt extreem last. En de vorige keer, weet ik nog, dat was toen ik net was begonnen met werken na de zomer, had ik ook zoveel last. Echt niet vol te houden, dus ik wil echt naar bed. Ik ga dat maken, dan ga ik even douchen, dan ga ik lekker slapen. Dit is trouwens het kleed, ik heb het nog steeds niet met daglicht laten zien. En ik ga even weer een appeltje snijden met kaneel. En... Wow. En als ontbijt neem ik denk ik weer een glas Vivit Optimaal. Ik ben helemaal draaierig. Goed, ik had echt een heel leuk weekend gehad. Echt heel erg leuk. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze weekvlog. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. En durf je duimpje omhoog, zou ik heel erg kunnen waarderen. Of omlaag als je hem niet leuk vond. Maar als je hem leuk vond, zou ik het leuk vinden. Laat even een leuke reactie achter wat je ervan vond. Heel erg bedankt voor het kijken. En ik zie jullie ja, als het goed is weer bij een nieuwe weekvlog. En de weekvlogs lopen nu best wel op tijd. Want het is nu zondag. En jullie zien deze vlog al aankomende woensdag. Dus dat is super leuk. En ik hoop dat dit snel weg gaat. Oké, doei.